Gert-Jan van Belzen, directeur van de Willem Verhelschool. Prachtige basisschool hier in het midden van het land. Reformatorische basisschool, waar er zo elke dag zo'n 200, 250 kinderen naartoe komen. Op school proberen we heel erg aan te sluiten bij de ontwikkeling van een kind. Kinderen willen van nature ontwikkelen, maar op het moment dat je als leerkracht kinderen prikkelt, bied je ze nieuwe dingen aan, waardoor ze steeds een stapje verder kunnen gaan eigenlijk. Dan gaan we wat verder. 61 plus 10. Teken hem ook even, Jorg. We houden kindgesprekken met alle leerlingen van de klas, waarin we dus een toespitsing maken op het cognitieve, op de doelen van de methode, maar ook het welzijn van het kind bespreken. Niet alleen maar vragen hoe gaat het met je, maar ook hoe kan het beter gaan? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jij daarin kan groeien? Een applaus voor Wouter. Goed gedaan, joh. We kijken heel erg naar de toekomst, gelukkig wel. In groep 8 is dat een toekomstperspectief enerzijds voor het praktische leven, naar het voortgezet onderwijs, naar jouw vorming als persoon. En anderzijds ook als geloofsleven. Dus dat we juist bij Bijbellessen heel erg doorvragen, met elkaar doorbespreken. Hoe is dat voor jou? Wat betekent het voor jou als christen in relatie met God? Ja, we zijn er ook voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Zij beheersen vaak de stof al in de klas en krijgen dan extra uitdaging van de leerkracht zelf. Of ze gaan met mij mee de klas uit en zij krijgen dan of een thema waar we aan werken of een project om extra uitdagingen te hebben. Wat hebben jullie geleerd in de klas? Een lidwoord. En een zelfstandig naamwoord. Topondernemers is een combinatie van onze zaakvakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. En dat betekent een korte instructie van mij als leerkracht en uiteindelijk een uitvoering door de kinderen die heel praktisch is. We hebben nu bijvoorbeeld het thema VOC. Dat is echt geschiedenisgericht. En ze kunnen daarbij een muurkrant maken.